Hey iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Eindelijk weer, we zijn eindelijk weer in avontuurpark Hellendoorn. Na 3 weken ken ik altijd heel druk met stage en zo. Dus ik had eigenlijk niet echt de tijd om naar Hellendoorn te gaan. Maar nu zijn we er weer, dus dat is hartstikke fijn. Ik ben jarig geweest, ik ben woensdag, wanneer ik deze video opneem, 15 geworden. Dus ik zou het heel lief vinden als jullie even gefeliciteerd zeggen. Zou ik heel lief vinden, dus ja. Het is heel rustig in het park, dus ik denk dat we even een rondje belagers gaan doen. Dus tot zo. Lekker weer, het bloed heet. Dus ik snap eigenlijk ook niet wat ik in het pretpark doe als het 30 graden is. De waterbaan gaat er net, dus ja, let's go! Wordt goed aangedrukt. Maar door naar vonden. Bij de strijd hebben ze ook een bordje opgehangen. Dat dit een rolstoel ingang is. Het is ook zo, de vandalisme is weggehaald. Dus dat is hartstikke fijn. Ik weet niet dat er iets nieuws is. Zo te zien niet. Het heeft nog steeds niet opgebouwd. Super jammer. Oh, daar is denk ik hier nog iets nieuws. Ik denk dat dat een sensor is. Ik zou het niet weten, dit was natuurlijk al nieuw in de vorige video. En ja, we gaan zien. Dus tot zo. Daar staan de nieuwe kaartjes. De kaartjes van Ridderstrijd, zo te zien. Mooi. Er is ook weer wat nieuws bij Ridderstrijd. De bankjes zijn weer terug. Ze zijn helemaal zwart geverfd. Op bruin, dus geloof ik de kleuren ook van Ridderstrijd. Dus dat is wel mooi. Daar staan de bankjes en daar staan er nog twee. Wel mooie locatie zo. Bij de grote winkel, de enige, geloof ik, de enige souvenirwinkel van het avontuurpark. Die deur staat open. Mooi. Dat is ook al lang geleden. Hier stond vorig jaar de kassa. Die staan nu daar iets verplaatst, geloof ik. Dus dat is wel mooi. Volgens mij hebben ze naar me geluisterd, want die kleine magneetjes zijn daar afgeprijsd naar 2,50 euro. Dat is een betere prijs voor zulke kleine magneetjes. Top. We zijn in de Jungle Expedition. Dat is een prima attractie met dit weer. Nu het geluid weer. 3 weken geleden deed hij het niet. Maar ja, we gaan het zien, dus tot zo. Schat verstopt. Ja, een vervloekte schat. Ach, geen snel. Er is natuurlijk helemaal geen vloek. Ontspannen eens een beetje. Nou, dan gaan we straks landen. Jij, pad gaan. Hey, dat papier is nieuw. Hier zie je ook gelijk de route van de Jungle Expedition. En dat is mijn moeder. Ik ben net over een boomstoel gevallen. En toen bleek dat hij hol was van binnen. En tot mijn verbazing vond ik een oude koker met een kater in. Nou, volgens mij zag ik hem liggen. Want jij lag met je gezicht in het zand. Ja, hoe dan ook. Ik kan wel in. Het is nacht. En we zitten in onze tent. Ik ben bezig met het vertalen van de kaart. Maar vind ik moeilijk. Straks tegen ze mijn andere kopjes ook. Nou, iets anders. Laten we hier gaan kijken. Wacht eens even. Zijn jij groot? Dat wil ik niet eens. Pas op, we gaan weer een paniek. Nee!
Yes, jullie hebben me gevonden. Nu moet ik nog uit dit web zien te komen. Willen jullie tegen het reddingsteam zeggen dat ik hier ben? Dank jullie wel, dappere avonturiers. Dat was een lekker ritje in de Jungle Expedition. Nou, prima ritje, niks veranderd. Ja, alleen de audio. Ja, 3 weken geleden deed hij het niet. Tenminste bij mijn bootje. Maar nu deed hij het wel. Was geloof ik dezelfde bootje, dus ik denk dat ze dat hebben opgelost. Maar we gaan nu even naar de Enterprise, dus ja, tot zo. Deze poster bij het sluitpak was er al, alleen het logo nog niet. Maar deze twee zijn veranderd, dus dat is wel mooi. Ik zijn nu bij de Montezuma's Revenge, daar was hij een topspin. Nu is die helaas gesloopt, heel jammer. Maar in de aflevering van Kaartje Helft, een serie op YouTube van het avontuurpark, daar had hij bedacht om hier een vrije valtoren te maken. Zo'n vrije valtoren met een taart of zo. Kaartje, als je dit kijkt, vind ik een heel goed idee. Maar ik weet niet dat Toef dat heel goed vindt. Maar ik hoop het voor je. Ik sta nu bij de Enterprise en ja, de Enterprise is weer terug. Joepie de poepie. hij was dicht voor groot onderhoud. En dat is inmiddels gedaan, dus dat is hartstikke goed. En dit jaar is die nog niet open geweest. Bijvoorbeeld met de pre-opening kamertjes jubileumweekend was die ook niet open. Toen werd die volledig afgebroken en nu is die weer gerenoveerd, dus dat is hartstikke fijn. We gaan denk ik door naar de volgende attractie of even naar... Je wilt waterbaan of zo verzoeken, want het is echt bloedheet, het is 30 graden, dus ja, we zien het wel. Dus, ben we even terug bij Ridderstrijd en ja, zullen we zien, hè, heeft die nieuwe hekwerk. Dat hekwerk van een paar vlogjes geleden, die was niet van Screams, maar was voor Ridderstrijd. Klein foutje, dat kan gewoon. Dus ja, mooi hekwerk. Er is wel met het TikTok-account van Avondhoek Hellendoorn, want dat TikTok-account heeft een blauw vinkje. Ja. Maar ze doen het super goed. Van harte gefeliciteerd met het blauwe vinkje. Het is jullie gegund. En ik hoop dat jullie doorgaan met het maken van video's. Jullie doen het super leuk. Is om 1 uur en om 3 uur. En ik zie u denken, dames en heren, in het theater, hartstikke warm. Houdt u zich goed vast, dames en heren, want we hebben de airco aan! Hey! 4 man. Even opnieuw. Let op, komt hier, jullie ook, hè? Want we hebben de airco aan! Hey! Lekker cool. Dus als je bij ons komt met een sluspuppy, die groeit vanzelf aan. Zo kouden ze. Nou, lekker is dat, hè? Jongens en meisjes, Jasmijn zegt altijd tegen mij, Kareltje, je moet meer gaan bewegen, want bewegen is gezond. Hartstikke makkelijk, hartstikke lekker liedje. Jongens, doe je handen in de lucht, laat kijken. Heel goed. En zwellen ze. Mooi, moet je kijken. En zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links en kunnen we klappen. Heel goed, gaan we, hè? En kunnen jullie ook springen? En doe je knieën naar omhoog. En draai je armen in het rond. En houd je ze omhoog. En laat maar zien. Heel goed. En snel.
als mijn kind kunnen zelf. ABC, jij en ik, door 1 en 2. Omhoog, omlaag. Even traag, sorry. Kriskras Amsterdam, kom op dan. Hey, vooruit uit je bol. Ja, ja, geef een like, jongen. Kriskras, krok, maar uit de bol. Vanavond gaan we uit de bol, ja. Goed, hè? Nou, kom maar. We doen het. Heel goed. Zigzag, oh, voor naar achter, komt ie, let op, gaan we. Van links. Heel goed. Links, links, links. Heel goed. En een rondje. En papa's en mama's klap eens mee, kom op, jawel, papa's, go. En nu gaan we naar Kaapertje, als mij. Wel handig om te weten, als het warm is, bijvoorbeeld op de helft vandaag, dus nu 30 graden, donker shirt aan, dat is niet slim eigenlijk. Maar het is wel slim om te weten, als je naar Kaapertje, als mij wilt, er is een airco aanwezig. Dus dan weten jullie dat voor als we daar dan nog gaan. En het is lekker warm. Het is wel het laatste weekend tot september. En daarna komt de Sky Pirates. Voor de volgende video gaan we erheen. Dus dat weten jullie niet al. Nou, er is iets aan de hand en dat heeft te maken met Kaartje. Weet iemand het al? Vertel. Heel goed voor jou. Kaartje is vandaag 20 jaar in het avonturenpark. En nou, kijk, wat vlaggetjes liggen. En misschien kun jij me even helpen? Gaan we de vlaggetjes even een beetje gezellig neerleggen in de keuken. Maar Jasmijn, kom op, maar we moeten beginnen. Waar ben je? Ja, wat ben je dan? Ja, ik ben hier. Waar ben jij? Ik ben gewoon hier. Ja, ik hoor die mensen al klappen. Kom op, maar we moeten beginnen. Schiet nou af, waar ben je nou? Ik sta gewoon hier helemaal. Ik kan wel even. Hier daar ben je wel. Jongens, klap maar mee. Een kamertje en Jasmijn. Ja, kijk, een kamertje en Jasmijn. Kamertje en Jasmijn. Ja, kijk, een kamertje. Wacht even, we weten wel wat er aan de hand is. Ja, natuurlijk! Ze weten het echt. Ja! Nou, jongens en meisjes, papa's en mama's, opa's en oma's, wat is het echt dit jaar? Je hebt de hond, ja.
Mijn jubileum inderdaad. Ja. Want Kareltje loopt dit jaar 20 jaar hier op het park. Nou. Ja, wel met de Jasmijn van vroeger. Maar... Niet met mij. Ja. Maar in 2003 zijn wij begonnen met Kareltje en Pet. Kijk eens even hier. Ja, en dit was Pet. Ach. Ja, maar is Pet nog steeds, dat hoop ik. En dit ben ik. Kijk, ben jij dit? Ja, cool hè? Ben je nog heel snel Kareltje? Ja. Oh, Kareltje, ik had wat gevonden. Wat dan? Even kijken, dat had ik hier neergelegd. Vond dat even leuk. Wat heb je gevonden dan? Mijn eerste kleur. Dit is 20 jaar geleden. Dan gaan we klaar. Kareltje en Pet zijn twee hele goede vrienden. Kareltje en Pet hebben altijd een best erop. Kareltje bakt taarten met een slagroom hele grote. Ja, Pet is overal op zoek naar een geheimje. Samen leuke dingen doen, echt cool en vet. Dat ze niet bakken daar voor je fijn en mij. Voor je fijn en mij, voor je fijn en mij. Dat wordt een grote smulpartij. Een grote smulpartij. Een grote mooie slagroomtaart. Slagroomtaart, slagroomtaart. Hoe maak ik die? Hoe maak ik die? Kijk, kijk op bladzij 3. En denk je dat ik dat niet kan? Vergis je je valikant. Ik maak er daarom super snel, zodat ze van de taart spullen. Jongens, kom maar met die boek, kom maar mee, daar gaan we, kom maar. En die gaat er op zijn taart door. Als je kent, zing maar mee. Dat is Cowboy Billy Boek, door de boeven zeer bevreesd. Er is nooit in wilde westen een cowboy geweest. Die zo dapper was als Cowboy Billy Boek. Van je hot, zeker op, zeker met haar. Zeer vermoeid. Maar hij moest de boel verbouwen, dus nam hij een ander beest. En nu gaan we zelf bedenken wat voor beest. Even ervoor, jongens, gaan we slaan. Goed zo, gaan we. Heksensoep, heksensoep, dat zal het zijn. Heksensoep, heksensoep, het is mij. Heksensoep, heksensoep. Ja, daar zit het. Daar is het open, daar nog. Ja. Kareltje, misschien is het wel leuk als je dat liedje even zingt. Speciaal voor die opa's. Hebben we die hebben de opa even op de kop gedaan. Kom maar. Elke zondag in een prachtig toffies voor me been. Ik denk aan de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok. Bokkenwagen spelen en mijn opa. Papa's en mama's, jongens en meisjes, dit nummer kennen we allemaal. Ik wil die hele zaal horen, daar gaan we, ja. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa is er niemand zoals jongens zingen. Naar het toilet bij het restaurant. En toen zei een mevrouw tegen mij dat kan niet, want de wc is verstopt en die heb ik wel gevonden. Kareltje, dat was nooit normaal. Het is nog geen heksen hoor. Nou ja zeg. Hé, Kareltje, kijk eens. Hier, doe deze anders maar even voor. 25 reis. Kareltje! Nou ja zeg.
snap die kinderen toch? Ja, dat hoort je dan. Is een kleur? Echt wel. Nou, weet dat bedoel ik. Is een kleurboek? Ja, inderdaad. Echt? Tada! Alweer een boek? Ja. Ja, ik heb vorig jaar ook al zo'n boek, zo'n vegetarisch boek. Zo. Kareltje, dat is hartstikke lekker en gezond. Ja. Maar dit boek is dus heel speciaal. Oh, speciaal. Oh, mijn curry ketchup, mayonaise en uitjes. Nee, zie je toch? Nee. Oh, halfvolle melk, wacht even. Ik was gisteren in de supermarkt. Ja. En toen haalde ik een pak halfvolle melk. Ik kom thuis, ik maak het pak open, zit het gewoon vol. Ja. Meel hebben we, eieren hebben we, water hebben we, ijskristal hebben we. Diddy, weet je wat? Ik ga even kijken of ik een normale muts kan vinden voor jou en zelf even die jas aandoen. Wacht, jongens, we gaan er niet wachten op Jasmijn. Weet je, ik ga dus naar de Noordpool en ik pak gewoon het ijskristal. Ja, niks aan, ik mag het doen. Zeg maar dat was net, ja? Hallo, we gaan naar de Noordpool. Kamer 335. Als je koud hebt, moet je maar een liedje zingen. Maar ik heb het zo koud, jongens. Oh, wat heb ik het zo koud. Blauw. Ik hou niet zo van kou. Grijs. Mijn voeten zijn van ijs. Groen, ik kan er niks aan doen. Oh, rood, ik vries. Jongens, zing eens mee. Blauw, daar gaan we. Blauw, ik hou niet van kou, ik hou niet zo van. Grijs, mijn voeten zijn van ijs, mijn voeten zijn van. Groen, ik kan er niks aan doen. Ik rood, ik vries hier half dood. Kom maar, ik vries hier half. Oh, jongens, oh, wat is het koud. En het wordt steeds donkerder. Doen we allemaal zo naar voren en zeggen we allemaal let it go. En volgens mij krijgen we dan een enorme wind. Dan gaan we 1, 2, 3, let it go. Dus iets andere wind. Ja. En de hele dag al de kriebels in mijn buik. Even lekker knallen, ik moet er even uit. Lekker joh. IJsje, een soft ijsje. Op zo'n dagje in Ellendoorn. Lekker jongen. En dit was de video alweer voor vandaag. Ik heb een hele leuke verjaardag gehad in het avonturenpark. En ik heb veel felicitaties ook los van de reacties gekregen. Dus dat was hartstikke aardig. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik denk dat de volgende video dat het primaire weekend van de Sky Pirates wordt. Nou ja, we gaan het zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video weer. Doei doei! Ja, geef een like, jongen.